Oké, welkom bij een nieuwe video. En dit is een zeldzame puzzel van Jan van Haasteren. En dat is het nummertje 80004. En dat is de brandweerkazerne. Waarom is deze zeldzaam? Uitgegeven door W.H. Smith, een exclusive collection zoals het staat. Er zijn maar 8 puzzels uitgegeven door W.H. Smith. En is natuurlijk wel van merk Jumbo. En in 1000 stukjes zijn er maar 2 uitgekomen. Verticale puzzel is dit. Komt natuurlijk eigenlijk niet meer voor. Wordt niet meer gemaakt. Vinden mensen minder fijn puzzelen. En niet zo heel spannend verder. 20 tot 30 euro betaal je denk ik snel voor. Maar het is echt wel een verzamelaars-item. Ik zal zo de andere ook laten zien. Want het postkantoor die hoort er ook bij van 1000 stukjes. En wat is verder nog te vertellen? Het grappige hierbij is, even aan de zijkant laten zien. Afmetingen zijn iets anders. 50 bij 75. Terwijl de normale puzzels 68 bij 49 zijn. En ook heel grappig, ja heel klein. W.H. Smith die zet de geboortedatum erop van Jan van Haasteren, 1936. Ja, dat is wel heel bijzonder. Dat is dus iets anders. En dit is wel een hele leuke puzzel om te maken. Ik heb het zelf nog niet gemaakt, maar wil hem graag gaan maken. En zijn dan de 2 van 1000 stukjes. Postkantoor en brandweerkazerne. Echt een verzamelaars-item. 20 tot 30 euro om deze 2 te hebben. Uiteindelijk wil de verzamelaar alle 8 hebben van W.H. Smith. En die zal ik in een andere video laten zien.